Yo, Kees van IMT Verrassen en Mark en ik hier met een potje Rocket League. Ik kom gewoon random in me op om dit keer samen te gaan doen. En ja, we gaan even kijken als we gaan kunnen winnen of verliezen. Even kijken wie. Ja. Mark, we hebben gewonnen, wist je dat? Oh, echt? Fastest match ever. Dat zeker. Ik wil graag rematch. Ja, ik ook. Kom, zullen we doen? Ja. Appendaco, kijk toe. Ja. Dat was wel de meest kortste match die je volgens mij bijna kunt krijgen. Nou, we moeten wachten op één extra enemy. Hoor je me heel toevallig aankomen? Misschien. Boom! Nou, die gaat wel even een tijdje duren voordat we iemand kunnen vinden weer. Jee. Nou, laat ik hem niet te hard zijn, want de vorige ronde zei ik het ook. Laten we kans weer kunnen winnen. Ik had nog half wat bestrokken. Dit is dus de magie van video editing. Wij hebben ongeveer een half uur lopen wachten. Maar jullie nog niet eens. Dus. There we go, match number 2. Hoe heet er nou iemand? Double.party at double punt. Wat is double punt eigenlijk in Engels? Double point? Dat is iets wat ik niet zo gauw zal weten. Nee, ik trouwens ook niet. Hey, duidelijk. Oké, dat wat het eerste is, dat is equals. Maar dat is iets wat ik dagelijks gebruik bij programmeren. Als ik programmeer. Dagelijks tijdens programmeren. Oh god. Ik dacht er ook echt zo efficiënt bij. Ja, maar ook echt die... God, wie reed dat tegen me aan? Hop me. It ain't me. It ain't nobody. Nobody else. Oké, die team is ook constant aan... tegen mij aan het rijden. Oh, ik kan iemand wat ontploffen. Ik weet alleen niet hoe, maar... Met je. Jezus. Iedereen reed op elkaar. Vind je dat lekker of zo? Wat dacht je zelf dan? Ja, dat is... Ik zeg niks! Jij zegt ja. Ik zeg misschien wel nee. Ik zeg niks. Je zegt gewoon misschien. Omhaal met flying tegelijk. Heel dit. Dat is wel heel scheef. Ja, dat vind ik ook. Bijna. Misschien helemaal. Dat alleen bij Sjurboel. Theebijt. Dan moet je die weer naar ons toe tikken. Ik heb meteen nog een mooie save erbij gemaakt. Wat? Hoe? Die heb ik niet. Ik wel. Maar die heb ik. Echt, alleen maar dat ene tikje van jou, zag je dat? Ja. Hoeveel schade ik erbij maakte. Uh-huh. Oeh, bijna erin. Dit is een bouncy ball. Ik moet eens een game mode maken. Only bouncing balls. Oh god. Dat je helemaal kan scoren op het dak. Oeh, die had jij. Anders had ik hem gehad. Ah. No worries. Now I want to worry. No worries. I had all under control. Oké, best Engels of the day. Ja, precies. I all under control. Now it ain't. Good English. English is good language. Precies. Of me. Echt, jij expert in Engels persoon zijn ding. I noob. Professional. English talk. Precies. Wist je dat je goal hebt? Ja. I knew. No. Ah. I'm flying high. Oh, nu al. Joh, vind je het gek? Even remmen. Vertrouw hem daar al niet meer. Die gaat als wel verdomd goed eigenlijk. Uh-oh. What have I done? Nothing. Coughing. Ah, teammate.
Dat is een Pokémon hier, joh. Kijk, dit komt onze team mee. Die tikt me in één keer random aan. Ik had de bal onder controle. Tikt hij me iets aan. Prachtig. Zo, zeg maar die tik op die enemy heb gegeven. Die teammate. Nee. Boombal. Activate. Ik hoor een duif op de achtergrond. Prachtig. Duif, als je niet uitkijkt, moet je meteen duivensoep. Dat kan lekker zijn. Heb je het als gehad? Nee, ik zeg daarom ook, dat kan lekker zijn. Ja, maar het kan, dus als je hoe je snet wil maken. Er zijn ook duizenden verschillende manieren van. Ja, wat? Ik vind ook niet van iedereen die snet maakt even lekker, dus. Ah. Daar ben ik ook echt eerlijk in. Dat is de manier hoe mijn moeder snet maakt, vind ik ook niet lekker. Dat is meer een kippensoep wat je krijgt. Waarom maak ik een eigen goal? Ik of de teammate, één van de twee. Nee. Ik tik hem hier jij aan. Oh ja, net. Goddammit. En die Apandacow is ook nog een legende. Ja, dat ja. Stond erbij. Ja, maar dat zegt vaak niks. Nee. En deze termen echt helemaal moppers, dada. Leushoorn. Rhyhorn. Dat is ook een Pokémon. Ja, hippo, potatis. Nou goed. Ik zie het wel weer voor me dat je zo dan weer Pokémon gaat spelen. Zal ik even installeren op mijn telefoon? Ik heb het toch op mijn telefoon. Ja, ik niet. Ik heb het ooit opgegeven. Want ik kon nooit meer vinden dan een Rattata. Ja, maar die zijn natuurlijk helemaal weer Pokémon's, dus ik zeg doen. Doen, 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 doen. Ja, precies. Dat zat ik ook altijd te denken. We geven Rattata een klap. Rattata, 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 rattata. Ik moet niet kijken op mijn opnameprogramma en tegelijkertijd gamen. Meestal gaat het goed, maar in dit geval, dit soort spellen gaat vaak fout. Ja, ook al heb je twee schermen. 3. 5. Nee, ik heb 3 schermen. Nee, 2 heb ik eraan gesloten. Ik mis een HDMI-poort op mijn PC, die het niet doet. Die heb ik ooit een keer gesloopt. Met stekkersdraad eruit trekken. Dat is heel erg goed van jou. Wist je dat? Ja. Kijk, je deed precies wat ik eigenlijk wou. Mooi toch? Maar mijn oude monitor, dat is ook een kapotte HDMI-poort. Dus vandaar dat ook. Toen moest dat op een gegeven moment vervangen worden. En dat ding zat er zo in vastgeroest. Want in 35 dat ik deze PC heb, is die nog nooit die HDMI-poort losgetrokken geweest. Ah, of zo. Dus op een gegeven moment zat het een beetje erg vast. Je weet hoe dat gaat uiteindelijk. Hitte zet uit. En dan ben jij weer zo van, ja, ik wil dat ding eruit hebben, oké. Okay. Precies. Ido Power Activated. Oh, weer heen gedestrooid. Oh god. Ja, het is over en uit. We hebben verloren. Nou jongens, laat wel een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg.